Het is vandaag zondag 18 juni. Ik zit tegenover de voorzitter van de sportvereniging HOCO uit Oosterwijk. En het is hier nog vol of leven. Alle voetballerwedstrijden zijn gestopt, maar het hockey gaat gewoon door. Of niet zo, Ron Zwart? Ja, we hebben vandaag onze laatste competitiedag. Een dames vier die vandaag kampioen kunnen worden. Een veteranen die kampioen zijn geworden vorige week. Dus we hebben vanmiddag nog een gezellig feestje ook, als het allemaal goed gaat. Maar een club in leven, gelukkig wel. Dames veteranen HOCO, die spelen hun kampioenswedstrijd. En we staan hier met de keepster Pien Berend. Pien, hoe gaat deze wedstrijd zover? Gaat eigenlijk best heel goed. We staan 4-0 voor, dus nog 35 minuten en dan weten we of we echt kampioen zijn. Ja, en ik heb begrepen die 4-0, dat is een heel speciale stand. Want dat houdt precies in? Dat we 100 doelpunten hebben dit seizoen. Ja, dat is natuurlijk wel echt te gek. Hebben jullie ambities voor het volgende seizoen? Volgend seizoen wordt wel pittig, want dan gaan we naar de hoofdklasse. En dan, we hopen gewoon te handhaven in de hoofdklasse. Dat we er niet meteen weer uit donderen, maar gewoon goed mee kunnen gaan draaien volgend jaar. En om zo hoog mee te draaien op dit niveau, hoe vaak trainen jullie per week? Dit jaar hebben we 1 keer per week getraind. Elke donderdag trainen we 1,5 uur. En we zijn nog in discussie volgend jaar of het misschien handig is om 2 keer in de week te gaan trainen. Nou, ziet het er wel uit dat jullie echt wel goed in conditie zijn en fit zijn. Dus ik denk dat veel dames ook nog wel naast de hockey nog andere activiteiten hebben, toch? Ja. Iedereen die sport sowieso al naast de hockey. Tennis en fitness en van alles. Dus we zijn inderdaad allemaal qua conditie redelijk goed. Ja. Oké, nou dankjewel. Succes zometeen de tweede helft. En we hopen jullie straks nog te zien in feesttoestanden. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Coach, ben je tevreden zover? Ja, want je bent natuurlijk al kampioen. En dan is het wel zo, dan moet je het laatste potje nog even doen. En we hebben toch gezegd, we gaan er gewoon een mooie wedstrijd van maken. En ik ben zeer tevreden. We staan als kampioen het hockey op dit moment. Wij staan hier bij HOCO, bij de coaches van dames HOCO 4. En we staan bij de coaches. Nou, dit was volgens mij heel erg spannend. Dit was een hele spannende wedstrijd. Tot op de laatste seconde wisten we het nog niet zeker. Dus het was heel spannend. Wij moesten winnen, want we hadden een beter doelsaldo. Dus we moesten 1-0 winnen. En we hebben ook een heel tactisch wedstrijd gespeeld, moet ik zeggen. Ja, dus hebben het zo goed gedaan en goed naar elkaar gecommuniceerd. En de beste wedstrijd tot nu toe, denk ik. Dat was echt geweldig. Ja, wij zijn heel goed. Kijk toch eens, wat een team. Kijk. Omdat de voetballerij is gestopt, hebben wij al Ron Zwart gevraagd, hier de voorzitter, of wij met de voorzitters van Alexandria en Oosterwijk een interview mochten doen. En dat hebben we dus opgenomen. Maar er is nog een consequentie, Ron Zwart. Want hier met HOCO kom je dus naast, waarschijnlijk, als alles door met de fusie, een voetbalclub te zitten van meer dan 1000 leden. Heb je daar een mening over? Nou, ik denk dat dat voor Oosterwijk een goede zaak is. Voor het Oosterwijkse voetbal een goede zaak. Ik denk dat het heel verstandig is dat het allemaal bij elkaar komt. Het biedt kansen op allerlei gebieden. Samenwerking, 1 blok vormen naar de gemeente. Denk maar een gezamenlijk misschien inkopen. 1 medewerker die alle velden gaat regelen en verzorgen. Ik denk dat het echt goed is voor Oosterwijk dat dit gebeurt. En ja, moeten we ook zeker zorgen dat het gaat gebeuren. Want er zijn natuurlijk legio kansen als hier een grote sporthal komt. Een zwembad, een hockeyvereniging met 1000 leden, een voetbal met 1000 leden. Daar zit een grote arena naast. Dat is toch een geweldige kansen? Ja, ik denk, je praat over 1000 leden. Wij hebben er 1150 en als de voetbal doorgaat hebben ze er 1300. Dus het is echt een grote club. En met het zwembad en alle infrastructuur eromheen kan dit gewoon echt iets heel moois worden. Plots verscheen er in het Brabants Dagblad een bericht dat Alexandria een rem zette op de fusieplannen. De leden waren zeer aangewanend en wilden meer tijd. Naast mij staat Willem van Avendonk. Hij is de voorzitter van de sportvereniging Oosterwijk. En die las deze week in het Brabants Dagblad dat Alexandria een rem zette op de fusie. Wat was jouw eerste reactie? Daar was ik niet zo blij mee, meneer Talbouw. Want? Ten eerste, de publiciteit was gezocht. En de afspraak was dat ik die zou zoeken als dat nodig mocht zijn. Vervolgens kregen we dan indianenverhalen. Het ging puur om een klein stukje statutaire wijziging. Wat dus een week vertraging opgebracht heeft. Dat is het enige wat er gebeurd is. En als we lezen wat er in de krant staat, is er totaal oorlog ontstaan tussen de 3 verenigingen. Wat ik helaas niet kan onderschrijven, want het is totaal anders.
Maar je weet dus, vooral om de sensatie, dat veel dingen wel uit een verband gerukt worden. En dan krijg jij dat de krant jou laat zetten. Dat jij vond dat intellectuele mensen bij het Alexandria zo niet moesten reageren. Nee, mijn doelstelling was om aan te geven dat de mensen van Texandia voldoende intelligentie bezitten om te zorgen dat de zaken in de kanalen geleid worden zoals het hoort. En dat is inmiddels gebeurd. En verder is daar helemaal geen, niks interessants aanwezig. Nee. Maar ja, ze moeten het blaadje volzetten, denk ik. Nou, is het zo, je bent de woordvoerder van die fusie en de voorzitter van Nevelo is vandaag niet beschikbaar omdat hij een gezellig familiefeest heeft met zijn gezin. Maar heb ik dus goed begrepen, 5 juli wordt er nu weer bij de vereniging gewoon vergaderd. Ja. En wat is jouw verwachting? Wat denk jij als voorzitter van Oosterwijk? Nou, de verwachting is dat op alle 3 de plekken om 7:30 gewoon de stemming gaat plaatsvinden. Mocht dit niet zijn in verband met opkomst en dergelijke, dan zullen we een nieuwe datum moeten zoeken. En dat zal waarschijnlijk 4 september, want dat is eigenlijk de eerste dag na de vakanties, een nieuwe vergadering uitgeschreven moeten worden. Maar dat kunnen we pas bepalen op de 5e juli. Naast mij staat de voorzitter van het Alexandria, Stefan van Zanten. Stefan, dit was het weekje wel. Vertel eens even wat is er gebeurd bij Alexandria de afgelopen week. De afgelopen week is er bij Alexandria aan zich niet zo heel veel gebeurd. In het voorveld om de algemene ledenvergaderingen daar de 3 verenigingen te organiseren, is er een kadernotitie opgesteld door de vereniging gezamenlijk, die aan de gemeente is aangeboden. Daar is vanuit de gemeente positief op gereageerd. Echter, het kleine nuanceverschil tussen de 3 verenigingen is dat bij Alexandria de hele discussie rondom het instappen in een fusietraject zich toch een beetje mede toespitst op het verhuizen van de accommodatie van Gemullehoeken naar Den Donk. Het is niet de hoofdinsteek natuurlijk van de fusie, want die gaat over het borgen van het voetbal voor de toekomst, vooral voor de jeugd in Oosterwijk. En dat blijft ook nog steeds onze inzet. We hebben wel gemerkt de afgelopen tijd, nu die communicatie naar de leden toe natuurlijk het punt dichterbij ging brengen, dat bij Alexandria vooral het verhuizen van de accommodatie een hot item werd. En wij vonden het toch nodig als bestuur, alvorens een algemene ledenvergadering uit te schrijven, om aan de gemeente toch nog iets gedetailleerder te vragen welke garanties zij ons zouden kunnen geven voor de nieuwe accommodatie. Duidelijk. Maar nu lees ik dus dat artikel in die krant en dat hebben dus alle Oosterwijkse mensen gelezen. Alexandria zet rem op de voetbalfusie. Wordt er nu geremd of komt er nu toch een vergadering met de leden? Die vergadering die gaat er gewoon komen. Maar niet op 28 juni. 28 juni hebben we een week uitgesteld. Ja. En dat heeft met name te maken op de antwoorden die op de laatste brief die nog gestuurd is naar de gemeente om die vergadering voor te bereiden, omdat die nog niet binnen waren. En er natuurlijk een statutaire termijn zit om een vergadering uit te schrijven. En die konden wij niet meer halen op 28 juni. Nu gebied de eerlijkheid te vertellen dat de sportvereniging Nevelo de club was van de KVL. En die zaten heerlijk bij het station, een prachtige accommodatie. En die zijn dus, zonder dat ze het eigenlijk zelf wilden, ook moeten verhuizen naar hier Den Donk. Misschien is dat toch iets ook voor jullie leden, dat jullie ook weten van dat heeft toen ook oud gedaan. Ja, dat kunnen wij ons ook heel goed voorstellen. En wellicht als het andersom geweest was, wat de leden van Alexandria misschien graag gezien hadden, dan was dat bij Nevelo en Oosterwijk wellicht ook een item geweest. Maar goed, ik denk wel dat we met z'n allen weten dat het traject wat Alexandria in moet gaan, was nog niet zo dat wij per se nu weg zouden moeten op de Gemullehoeken. En iedereen weet, en met name ook iedereen die wel eens op de accommodatie Gemullehoeken geweest is als bezoekende voetbalclub, die snapt er echt helemaal niets van dat de gemeente Oosterwijk dat voetbalpark niet heel netjes maakt en daar het voetbal concentreert. Nou, en dat is natuurlijk, dat gaat tussen de oren zitten zoiets. En daar zullen we natuurlijk het goede mee uit moeten halen. Zeker voor de Alexandria-leden, maar nog veel belangrijker, als die nieuwe club er komt, en ik ga ervan uit dat we dat voor elkaar gaan maken, dat de toekomst voor die nieuwe club en het hele jeugdvoetbal in Oosterwijk er weer perfect op staat met een perfecte nieuwe accommodatie.
Maar dan nu even concreet. Als ik het dus goed begrepen heb, is er op woensdag 5 juli bij Nevelo, bij Oosterwijk en met Alexandra een ledenvergadering. Als de leden daar positief op reageren, dan gaan jullie als bestuurders met het college van burgemeester en wethouders verder een tijdslijn uitzetten van wat er gaat gebeuren. Precies, Ton, dat heb je goed geformuleerd. Nou, dat is dan big news voor onze zender Lovo en ik wens jullie veel succes. Dankjewel, Ton.